Jullie hebben het vast allemaal meegekregen. De linkse NPO-deuger Galit van Galit en Sophie heeft zijn werk neergelegd nadat bekend werd dat hij in zijn rol als advocaat informatie doorspeelde naar de organisatie van Tachi en ambtenaren omkocht. Deze Galit neemt wel continu mensen met andere politieke opvattingen de maat. Zoals Richard de Mos, die al jaren wordt getreiterd door het OM. Maar dat pakte niet heel goed uit. Maar het was toch diezelfde persoon die ook in de nachthoreca zat? Ja, maar ik leg je toch net uit hoe dat gaat. Ik leg het net uit. Dus een ondernemer die doneert mag vervolgens geen zaken meer doen in Den Haag. Die via ambtenaren heeft hij gevraagd, mag ik daar ontwikkelen? Hij is daar naar binnen gelopen en loopt tegen een ambtenaar aan. Hij zegt, maar graag zou die ambtenaar, dan staat hij leeg. Een ambtenaar, hè? Vervolgens zijn de onderhandelingen met ambtenaren, ben ik helemaal niet bij. En mijn doel was om Plopsaland in Den Haag te laten landen. Uh-huh.